Blauwbaard. Dit verhaal gaat over een heel rijke man met een blauwe baard. Hij was zo rijk dat hij zelf niet wist hoeveel huizen hij bezat. Er waren prachtige kastelen bij en grote herenhuizen in de stad. Verder had hij tientallen kleinere huizen die hij aan andere mensen verhuurde. Daarmee verdiende hij zoveel geld dat hij steeds rijker werd. Er waren heel wat moeders van jonge dochters in de stad die hem als schoonzoon wilden hebben. Dan dachten ze alleen aan zijn geld en niet aan zijn karakter of aan zijn uiterlijk. Nee, die moeders zagen niet eens dat hij een woeste blauwe baard had en een nors gezicht dat nooit lachte. De meeste meisjes werden bang bij de gedachte om met hem te moeten trouwen. En toch had Blauwbaard, zo werd hij genoemd, verschillende vrouwen gehad. Niemand wist precies hoeveel en waar ze gebleven waren. En dat maakte alles natuurlijk nog veel griezeliger. Op een dag had Blauwbaard opnieuw een huis in de stad gekocht. Daar ging hij in wonen. Al gauw had hij ontdekt dat hij twee alleraardigste buurmeisjes had. Hun moeder, die weduwe was, was al een poosje bezig om een geschikte echtgenoot voor haar twee dochters te vinden. Het duurde niet lang of Blauwbaard stuurde een uitnodiging naar zijn buurvrouw met het verzoek of ze met haar twee dochters een kopje thee wilde komen drinken. De weduwe, die had gehoord dat haar nieuwe buurman heel rijk was, riep opgetogen haar dochters bij zich. "Meisjes," zei ze, "we zijn uitgenodigd door de nieuwe buurman. Jullie weten dat hij erg rijk is. Bovendien heeft hij geen vrouw. Dit is onze kans. Als een van jullie met hem trouwt, dan zijn we uit de zorgen. Jullie weten dat ik jullie geen bruidsschat mee kan geven, maar ik denk dat zo'n rijke man daar geen bezwaar zal vinden." "Maar moeder," zei het oudste meisje dat Anna heette, "weet u dan niet dat die man al heel veel vrouwen gehad heeft? En dat niemand weet waar ze zijn gebleven? Ach kind, dat zijn maar praatjes. Bovendien kunnen we niet al te kieskeurig zijn, dan komen jullie nooit aan de man." "Weet u wat ik gehoord heb?" zei Erika, de jongste van de twee meisjes. "Dat die man een woeste blauwe baard heeft en dat hij er heel eng uitziet." "Ach," zei moeder, "dat zal heus wel meevallen. In ieder geval ben ik van plan zijn uitnodiging aan te nemen. Morgenmiddag gaan we bij hem op bezoek." De volgende dag trokken ze alle drie hun mooiste jurken aan en gingen ze naar de buurman. Zelfs de moeder moest toegeven dat de man er griezelig uitzag met die grote blauwe baard. En de meisjes durfden hem in het begin nauwelijks aan te kijken. Maar Blauwbaard was heel erg ingenomen met zijn twee knappe buurmeisjes en hij deed zijn uiterste best om vriendelijk te zijn. Hij liet hun het hele huis zien en vooral de moeder was erg onder de indruk van wat ze zag. Overal lagen dikke tapijten, er stonden prachtige vazen, het theeservies was van zwaar bewerkt zilver en de borden van zuiver goud. Zodra ze weer thuis waren, zei de weduwe, "Ik weet zeker dat hij met een van jullie wil trouwen. Hij heeft ons al uitgenodigd om een paar dagen door te brengen in een van zijn kastelen. Anna, jij als oudste?" "Oh nee, moeder, ik niet. Ik trouw niet met die griezel," zei Anna verschrikt. "Maar ik ook niet," riep Erika. "Jullie zijn een stel domme kinderen," zei de weduwe boos. "Maar misschien praten jullie wat verstandiger als jullie zijn buitenhuis hebben gezien." De dagen in het kasteel van Blauwbaard waren inderdaad een groot succes. Hij had wel 100 gasten uitgenodigd voor een groot feest dat 2 dagen duurde. Er werd muziek gemaakt, gedanst en gegeten. De mannen gingen op jacht en de vrouwen wandelden in de schitterende tuin. Hoewel de weduwe het geld eigenlijk niet kon missen, had ze haar dochters in prachtige kleren gestoken. En wat ze had gehoopt, gebeurde. Blauwbaard vroeg of hij met een van haar dochters mocht trouwen. Het kon hem niet schelen wie van de twee het zou zijn. Anna zei dat ze nog liever zou sterven dan te moeten trouwen met Blauwbaard. Maar Erika had zo genoten van het feest dat ze besloot met de rijkaard te trouwen. Dan zou ze kunnen feestvieren zoveel ze wilde en altijd mooie kleren kunnen dragen. En aan die woeste blauwe baard zou ze op den duur wel gewend raken, dacht ze. Het bruiloftsfeest overtrof alle andere feesten die gegeven werden.
De vriendinnen van Erika benijden haar om haar juwelen en dure kleren, die ze van haar bruidegom kreeg. Toen ze een maand getrouwd waren, vertelde Blauwbaard zijn jonge vrouw dat hij voor zaken een paar weken op reis moest. Hier heb je de sleutels. De grote sleutel past op een geldkist. Je mag je vrienden en vriendinnen uitnodigen en feest vieren zoveel je wilt. Alleen deze kleine sleutel mag je niet gebruiken. Hij is van de deur naast de provisiekamer in de kelder. Ik wil niet hebben dat je daar naartoe gaat. Je hebt daar trouwens niets te zoeken. Als ik ooit zou merken dat je er toch in geweest bent, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Dat verzeker ik je, zei hij dreigend. Erika beloofde dat ze het kamertje niet zou binnengaan en toen ging Blauwbaard weg. Erika zwaaide haar echtgenoot na, die in een gouden koets wegreed. Zodra het rijtuig uit het zicht verdwenen was, begon Erika uitnodigingen te schrijven aan haar vrienden en vriendinnen om een weekje naar het kasteel te komen waar ze woonden. Natuurlijk nodigde ze ook haar zuster Anna uit. Er was niemand die haar uitnodigingen afsloeg. Iedereen wilde wel eens zien hoe Erika met haar rijke Blauwbaard woonde. Toen Blauwbaard thuis was, hadden ze niet durven komen. Maar nu ze wisten dat hij weg was, namen ze gretig de kans waar om dat prachtige kasteel eens te bekijken en om feest te vieren. In het begin had Erika het zo druk met al haar vrienden en vriendinnen dat ze geen ogenblik aan het kleine kamertje in de kelder dacht. Maar toen ze na een paar dagen een beetje genoeg kreeg van al het feesten, begon ze zich af te vragen wat Blauwbaard daar wel verborgen hield. Het moest wel iets heel belangrijks zijn, want zijn stem had heel dreigend geklonken toen hij haar waarschuwde dat ze er niet naar binnen mocht gaan. Hoe meer Erika erover nadacht, hoe nieuwsgieriger ze werd. Op het laatst hield ze het niet meer uit. En toen ze zeker wist dat alle gasten sliepen, pakte ze de sleutel en een lantaarn en liep naar beneden. Heel zachtjes sloop ze van de keldertrap af en liep naar de deur van de verborgen kamer. Met kloppend hart stak ze de sleutel in het slot. Even twijfelde ze. Maar toen draaide ze toch de sleutel snel om en deed de deur open en stapte naar binnen. Daar bleef ze verstijfd staan. Op de grond lagen 6 vrouwen en ze waren allemaal dood. Dat moest de vorige vrouw van de Blauwbaard zijn. Van schrik liet Erika het sleuteltje uit haar vingers glippen. Het duurde bijna een minuut voor ze zich weer kon bewegen. Met trillende vingers raapte ze het sleuteltje op, trok de deur achter zich dicht en holde naar boven. Daar ontdekte ze dat er wat bloed aan het sleuteltje kleefde. Vol afschuw pakte ze een doek om het schoon te vegen, maar het bloed ging er niet vanaf. Ze probeerde het met water en zeep, maar hoe ze ook poetste, de bloedvlek bleef zichtbaar. Ze nam zand en schuurpapier, maar ook dat hielp niet. Het was natuurlijk een toversleuteltje. Als ze dacht dat ze aan de ene kant de vlek weggewreven had, dan kwam hij aan de andere kant weer tevoorschijn. Ten slotte gaf ze het maar op. Ze zou bij de smid precies zo'nzelfde sleuteltje laten maken. Dan zou haar man nooit te weten komen dat ze toch in het kamertje was geweest. Maar tot haar grote schrik kwam Blauwbaard die nacht nog thuis. Het kostte Erika de grootste moeite om een glimlachje op haar gezicht te krijgen en haar knieën beefden. Blauwbaard vertelde dat hij onderweg bericht had gekregen dat de zaken waarvoor hij op reis was gegaan intussen al geregeld waren. Toen was hij meteen teruggegaan om weer bij zijn lieve vrouw te zijn. De volgende ochtend vertrokken alle gasten, want nu Blauwbaard terug was, wilde niemand blijven. Alleen Anna ging niet weg, omdat Erika haar dringend vroeg te blijven. Erika had zo wit gezien dat Anna bang was dat ze ziek zou worden. Na het ontbijt vroeg Blauwbaard aan Erika de sleutels terug. Het kleine sleuteltje gaf ze hem niet. Waar is de sleutel van de kamer in de kelder? Vroeg hij dreigend. Die zit er toch bij? Antwoordde Erika met een onschuldig gezicht. Als dat zo was, zou ik er niet naar vragen, pulderde Blauwbaard. Vooruit! Zeg op, waar is die sleutel? Ik, stotterde Erika. Ik weet het heus niet. En Blauwbaard keek zo woest dat ze beefde als een rietje.
Misschien ben ik het verloren, zei ze. Dan ga je het nu onmiddellijk zoeken. Zorg dat het binnen een uur terug is en anders zwaait er wat. Irika kon niets anders doen dan naar de keuken te lopen en het sleuteltje te halen. Hier is het, zei ze tegen Blauwbaard. Het lag in de keuken op de grond. Ik denk dat het van de sleutelring is losgeraakt toen ik de voorraadkast wilde opendoen. Blauwbaard zag dadelijk dat er een bloedvlek op het sleuteltje zat. Er zit bloed aan? Hoe komt dat? Ik weet het niet, bibberde Erika. Oh nee, weet jij dat niet? Brieste Blauwbaard. En denk je dat ik dat geloof? Ik heb jou wel door. Je hebt natuurlijk je nieuwsgierigheid niet weten te bedwingen. Net zoals die andere vrouwen. En je bent toch naar beneden gegaan, terwijl ik het je nog zo verboden had. Oh, het spijt me vreselijk, snikte Erika. Ik kan het nooit mogen doen. Dat begrijp ik nu. Ik snap niet hoe ik zo dom had kunnen zijn. Je berouw komt te laat, tierde Blauwbaard. En hij zwaaide woest met zijn armen. Ik hou niet van nieuwsgierige vrouwen en nog minder van ongehoorzame vrouwen. Je zult de straf niet ontlopen. En als jij zo graag naar dat kamertje wil, dan zal ik je er persoonlijk heen brengen. Net als die andere vrouwen. Erika, die heel goed begreep wat Blauwbaard van plan was, schreeuwde angstig. Nee, nee, dat niet. Ik zal het niemand zeggen wat ik daar gezien heb. Dat beloof ik je. Maar hoe ze ook huilde en smeekte, Blauwbaard was niet te vermurwen. Hij trok zijn zwaard en begon er woest mee in het rond te zwaaien. Je laatste uur is geslagen, schreeuwde hij. En het is je eigen schuld. Maar mag ik dan afscheid nemen van mijn zusje Anna? Snikte Erika. Vooruit dan, gromde Blauwbaard. Ik geef je een kwartier, maar geen seconde. Kom dan langer. Maar wat moeten we nu doen? Riep Anna geschrokken uit. Zie je nou wel dat hij een afschuwelijke man is? Dat heb ik je steeds gezegd. Ja, ja, ik weet dat je gelijk hebt, maar help me nu liever in plaats van boos te worden. Zoals je weet zouden onze broers vandaag komen. Ze kunnen ieder ogenblik hier zijn. Klim in de toren en als je ziet dat ze komen, wenk dan dat ze op moeten schieten. Intussen blijf ik hier in jouw kamer en doe ik alsof ik afscheid van je neem. Blauwbaard heeft me daarvoor precies een kwartier de tijd gegeven. Dus haast je. Anna holde de wenteltrap op de toren in. Toen ze op de trans van de toren was aangekomen, riep Erika door het venster naar boven. Zuster Anna, zie je al iets komen? Ik zie alleen een paard in de wei en een schaap op de hei, antwoordde Anna. Er gingen nog een paar minuten voorbij en Erika riep wanhopig. Zuster Anna, zie je al iets komen? Nee. Oh, wacht even. Ik zie een grote stofwolk die deze kant uitkomt. Zijn het onze broers? Nee, helaas. Het is de herder met zijn kudde. Die zoekt natuurlijk zijn verloren schaap. Kom naar beneden, riep Blauwbaard. Het kwartier is om. Nog een ogenblikje, riep Erika. Zuster Anna, zie je al iets komen? Ik zie twee ruiters deze kant uitkomen. Maar ze zijn nog heel ver. Hoera, riep ze een ogenblik later uit. Het zijn onze broers. Ik zal hun wenken dat ze opschieten. Toen begon Blauwbaard zo hard te schreeuwen dat het kasteel ervan trilde. Als je nu niet ogenblikkelijk naar beneden komt, dan zal ik je komen halen. Ik kom eraan, antwoordde Erika. Zo langzaam als ze maar durfde, liep ze naar beneden. Als haar broers nu maar op tijd kwamen. Gelukkig hadden de broers Anna op de torentrans zien wenken. Ze wisten niet wat er aan de hand was, maar ze gaven hun paarden de sporen en ze galoppeerden als razende in de richting van het kasteel van Blauwbaard. Intussen had Blauwbaard de arme Erika bij haar armen vastgegrepen. Hij zwaaide met zijn zwaard en hij wilde juist toeslaan toen de deur openvloog.
Geschrokken liet hij zijn zwaard zakken. Tot zijn verbazing kwamen de twee broers van zijn vrouw binnenstormen, allebei met de degens in de hand. Blauwbaard deinsde terug, want hij was bang voor deze twee jonge mannen. Ze stonden bekend als dappere mannen die voor niemand bang waren. De een was musketier en de ander dragonder en ze hadden allebei al veel onderscheidingen gekregen. Toen de broers zagen wat er aan de hand was, aarzelden ze geen moment en ze staken Blauwbaard neer. Dat was op het nippertje, zuchtte Erika. Wat een afschuwelijke man. En ze vertelde haar broers wat ze in de kelder had gezien. Dan is het nu maar goed dat hij dood is, zeiden de broers tevreden. Nu kan hij ook geen vrouwen meer doodmaken. Anna kwam met een angstig gezicht de kamer binnen, maar toen ze zag dat haar zusje nog leefde, zuchtte ze van opluchting. Wat een geluk dat jullie op tijd waren, zei ze. Het bleek dat Blauwbaard geen testament had gemaakt en daarom erfde Erika alles. Op slag was ze een rijke weduwe. Ze verdeelde haar rijkdom heel eerlijk met haar broers, haar zuster en haar moeder. De broers hadden altijd al een mooi huis willen hebben. Voor Anna was het geld ook een uitkomst, want nu ze een bruidschat had, kon ze trouwen met de man van wie ze hield. Na een korte tijd leerde Erika een knappe en aardige jonge man kennen met wie ze al gauw trouwde. En ze was zo gelukkig dat ze al heel gauw de akelige tijd met Blauwbaard vergeten was.